We zochten rondom Den Bosch een leuke plek om te wonen. En toen dachten we moeten naar S komen. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Frank, kun je iets vertellen over deze traditie? Ja, die traditie is in 1965 inmiddels alweer ontstaan. In het gemeentebestuur van de toenmalige gemeente Essen, burgemeester Smit. En die vond dat het heel belangrijk was dat nieuwe inwoners van zijn dorp echt welkom geheten moesten worden in het dorp. Door de mensen, maar ook door het bestuur zelf en door de kerk. Nou, en uit dat citaat, hè, als de kastanjebomen in bloei staan, ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar als de kastanjebomen in bloei staan, dan komt er één keer per jaar geen water uit de pomp, maar bier. Aha. Nou, en daarom is iedereen vandaag uitgenodigd die hier het afgelopen jaar zijn komen wonen. En dat doen we samen met de behulp van de gemeente. En iedereen mag zichzelf dan opgeven of hij mee wil doen of niet. Nou, je ziet het. We hebben 110 mensen gehad net in de lunch. We hebben 110 mensen zich het afgelopen jaar hier opnieuw ingeschreven is. En willen allemaal welkom worden geheten bij hun nieuwe gemeente. En waar is er dan zo leuk aan, Nes? Kijk even rond. Piet, draai die camera's rond. De cultuur, de saamhorigheid, de vriendelijkheid, de kleinschaligheid. Er zijn allemaal dingen waar mensen daar op zoek zijn in deze drukke maatschappij. En die je hier in een klein dorp kunt vinden. Ja, ik wil daar de andere dorpen echt niet voor wegschetsen, maar daar is hier Nes gewoon. Ja, ik merk dat ook wel. Ja, sinds de korte tijd dat ik hier kom. Ja, het is een samenleving die elkaar kent en wil kennen en voor elkaar iets wil doen. En het verenigingsleven is ook heel florerend. Nou, ik denk dat het een mooie dag wordt. Ik weet zeker dat het een mooie dag wordt. We hebben ook de gemeente die ons meehelpt en de handhavers van de gemeente die ook waar de mensen een vraag aan kunnen stellen en wat kunnen we voor elkaar doen. Daar is het ook eigenlijk vooral voor bedoeld. Wat kun jij voor de vereniging betekenen en wat kan de vereniging voor jou betekenen? Ja, op naar een mooie dag. Op naar mooi. Dankjewel voor uw tijd. U heeft een mok in uw hand. Zeker. Dat betekent dat u een nieuwe inwoner bent van S. Dat klopt. Wat is er zo mooi aan S? Het landelijk gelegen, rustig. Ik hoor een bovenriviers accent. Dat is lang geleden, maar het klopt wel, ja. Waar komt u vandaan oorspronkelijk? Het is noordelijk, hè? Ja. 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 Maar waarom kunt u in S komen wonen? Rust en een mooi huis. Dat is duidelijk. Ja. Nee, een heel mooi dorp. Ik ken S al heel lang. Fiets als kind als doorheen. En op een gegeven moment kregen we de kans om hier te wonen. En ja, dan pak je je kans en het is ons gegund. Oké, nou ik zou zeggen, vul de pil met bier. Gaan en nog doen. Veel mooie jaren in S. Ja, dankjewel. Aangezien ik biertapper ben, mag ik iets meer, want ik mag er maar eentje hebben, zei de baas. Dus ja, dan pak maar één glas en dan ga ik aan het werk. Jongens, veel plezier en maak er iets moois van. Dankjewel. Mooi, hè? Ja. Dit is waar kleinere dorpen groot in zijn. Hè? Wat in de grote stad natuurlijk nauwelijks te doen is. En best wel veel nieuwe inwoners. Enorm. Maar ja, dat heeft te maken met de nieuwbouw die er natuurlijk heeft plaatsgevonden aan de Ooievaar. En ik denk dat dat de komende jaren ook een beetje zo blijft. Want de wijk is nog niet af. Ja, nou, ik zeg op naar een mooie dag. En smaakt het bier een beetje? Het is goed koud. Ja. Ja, belangrijk voor bier. Ja, absoluut. Dat het mag smaken. Ja, dank. Ben je een nieuwe inwoner? Ja, ik woon er al wel eventjes, maar ik ben niet helemaal nieuw. Maar wel volgens de wet nieuw. Proef eens. Dank u. Altijd lekker, hè, bier. Doei. En met mooi weer erbij. Nee, maar hoeveel ga je er tappen, denk je? Hoeveel? Ja. Ja, tot als je leeg is, hè? Ja. Dat is een antwoord voor niks, hè. Ik verwacht getallen. Ik doe het nog een keer. Getallen? Hallo. Ja, doe maar.
Hoeveel gaat u er tappen, denkt u? Nou, we zullen 400, denk ik. 400? Twee fusjes, 400 hè, ongeveer. Hè. Ja, ik ben een beetje enthousiast. Nou, zeker. Wacht even. En hoeveel gaat u er tappen? Ik denk wel 400. Serieus? Jawel. Dat is veel. Succes. Ah, komt goed, dankjewel. U staat mooi op een afstandje te kijken. Ik wel. Goed. Te genieten. Overzien. Ja. Te genieten. Ja, genieten, ja. Elk jaar weer mooi, hè? Elk jaar. Als elke een dag was ze druk niet. Nee. Mooie traditie. Ja, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Leuk om te zien, hè. Dan voel je je meteen ontzettend welkom in Es. Ja. Hè? Alle nieuwe inwoners erbij. Dat is hartstikke mooi. En goed weer, en goed weer. En best wel veel nieuwe inwoners. Ja, ik dacht dat er net maar 110 man waren, dus dat is een flink aantal. Dus, ja. En ze waren ook allemaal gekomen, dus dat is ook ontzettend leuk. Kan niet een beetje. Hij doet het boven verwachting erg goed, deze slag. Ja? Ja. Want dit is, hij heeft eerst twee keer boven zijn hoofd gedaan en nu twee keer om zijn middel. En ja, er zit wel iets van een natuurtalent in. En, valt het mee of tegen? Het is wel zwaar dit. Ja? Zeker zwaar. Zeker. Wel lach om te doen. Wat vinden jullie van de traditie? Ja, hartstikke mooi. Fantastisch, hè? En het bier is goed koud, heb ik gehoord van de burgemeester. Ja, klopt inderdaad. Is goed getapt. Nou, wel lekker bier. Het is ook heel fijn. Ja, het is lekker bier. Ja, ik zou het zeker aanraden of zo meteen op de markt. Maar vooral een mooie traditie, hè? Ja. Voor alle nieuwe mensen. Ja. Dus ik zie hoe massaal ze hier naartoe gekomen zijn. Dat is echt ongelooflijk. Dat is fantastisch. Nou, fijne dag. Ja, hetzelfde. Geniet ervan. En wat heb je allemaal te koop? We hebben een jingle boek verzameling. En we hebben verkleedspullen. En ik zie dat je met boksen bent gestopt. Ja. Was niet leuk? Nee. Ook, je bent ook geen Superman meer, zie ik? Nee, niet meer. Nee. Ook geen Spiderman meer? Nee, ook niet. Wat ben je nu dan? Niks. Niks? Zelf? Kijk jezelf. Dat willen we horen. Het is hartstikke leuk. Heb je al iets verkocht? Ja, heel veel. Serieus? Ik heb al 6 euro verdiend. 6 euro? Ja. Zo. Dat is heel veel. Wat heb je verkocht? Ja, al verschillende dingen. Sleutelhangers. Ja, maar aan deze meneer. Sleutelhangers. En mevrouw. En nu een haarbandje aan deze mensen. Dus, leuk. Ja, zeker. Voor het kind dat op komst is. Nee, voor mij. Voor jou. Nou, doen we eens even op dan. Dat mag ook. Ik denk niet dat dat gaat passen. Leuk. Ja, zeker. Ja. Buurtpreventie S. Hallo. Ja. Ja, dat doet mij dan voorkomen dat het S een criminele gemeente is of zo. Nee, juist niet. Omdat wij er zijn. Hè? Dat is duidelijk. Nee, dat is ook niet. Maar wat is... Nee, S is zeker niet crimineel. Wat is de achterliggende gedachte? Nou, het werkt vooral preventief. We lopen zo gemiddeld twee keer in de week maken wij een rondje. Met z'n tweeën altijd. En wij signaleren eigenlijk alles waarvan we denken, nou, dat zou wel eventjes anders moeten. Bijvoorbeeld als er mensen iets open laten staan terwijl ze niet thuis zijn, natuurlijk, dus inbraakpreventie. Of er iemand een vuilnisbak laat staan, waardoor je makkelijk op een verhogingje kunt en de tuin in. Ja. Maar wat we ook doen is signaleren als er eigenlijk een trottoirtegel omhoog staat, waar je over kunt struikelen. Ja. Dan wordt de gemeente even gewaarschuwd. Of dat er ergens wat materiaal is wat er niet thuis hoort. Wat weg moet. En dat wordt ook opgeruimd. Dus dat werkt echt heel goed. En wat heb je allemaal te koop? Deze spullen, ja. Ja, nee. Ja, deze spullen. Kleding, knuffels vooral en spelletjes en zo. Ja, en wat is echt nou een leuk cadeautje? Knuffels, zo, dat vind ik altijd wel leuk om te krijgen. Wie? Een knuffel, zo, mijn... Dan moet je je zaak niet een beetje verkopen, want knuffels! Nee, dat durf ik niet. Durf je dat niet? Nee. Maar... Jawel. Wat? Een beetje verkopen. Knuffels verkoop! Knuffels verkoop! Beetje harder. Knuffels verkoop! Kijk. En lukt het een beetje? Ja. Ik zag jou net een konijn omschieten. Ja. Dat is knap. Nog een keertje? Dat weet ik niet. Wij gaan kijken. Oh. Zo. Oh.
Hallo. Die was goed raak. Toch? Goed gedaan. Nee, ik heb net alles gehaald. Dat meen je. Ja, echt. Zo, knap. Hoeveel van de 6 ga ik er raken, denk je? Ik denk 5. 5? Oh jee, 5. 5. Oh jee. Nee, je moet wel goed kunnen mekken. Hoe moet ik mekken? Moet op de vos mekken. Nou, het schiet goed op. Nee. Nee. Wow! Dit was net. Hij is zo. Hij is voor 2 kippen. Een toonappel, vriend. Een appel? Dankjewel, kijk, daar zijn dan mooie prijzen. Dankjewel. En vindt u het gezellig hier? Ja, wij vinden het echt heel gezellig. Jullie wonen in Es ook? Mijn ouders woont hier in Es en ik woon in Sprangabella. Oh, Sprangabella, een eindje weg. Ja, maar ik kom hier voor de gezelligheid met mijn familie. Geluk in een bakkie. Ja, leuk in de bakkie, dat zijn wij. Vertel. Wij zijn Lot of Mies, want dit is Lot en ik ben Mies. En wij hebben een stichting en die heet Lot of Mies en wij zetten ons in tegen eenzaamheid. Aha. En dat doen we met een koffiebusje, want koffie verbindt. Koffie verbindt, oh. Ja. Ja, leuk. Ja, toch? Ja. Wilt u een kopje koffie? Ja, ik ben niet eenzaam, maar ik lust wel een kopje koffie. Mag ook. Mag ook. Ja, lekker. Ja, dan gaan we het zo maken. Ja. En merk je dan resultaat of zo? Van nou, onze stichting heeft zin. Ja, zeker. Wij denken heel erg dat als je met mensen koffie drinkt en alleen al vraagt hoe het gaat, dat zoveel meer kan doen. Dat kan zo ja, even een glimlach geven op iemands gezicht en iemands dag maken. En wij geloven daar heel erg in en daarom doen we het zo. Oké. Okay. Ja. Ja. Goed initiatief. Dank u wel. Ja, we hopen heel veel mensen blij te maken. Nieuwe jonge inwoners van Es. Zeker weten. Het is 11 april. En waarom ben je naar Es gekomen? Nou, ik ben opgegroeid in Bokstel. En we zochten rondom Den Bosch een leuke plek om te wonen. En toen dachten we moeten naar Es komen. Ja. En de mooie omgeving en dat. De vrouw zei dat? Nee, ja, ik kijk niet. Ik ben er nog maar net bij. Maar het verbaast me over het feit dat iedereen hier best wel... Iedereen is heel open en super gastvrij. En hij kwam meteen vanaf dag 1 hadden we zoiets van... Oh, dit voelt wel als thuis. Dus, ja. En jij? Ja, Ik vind het ook wel leuk, toch? Ik vind het ook wel heel erg leuk. Hier woont ook een vriend van mij, die is ook op de markt. Oh. Ja, dus en met de koetjes? Ja, en de koetjes. Heb je al even bij het water? Heb je al vriendinnetjes hier? Nee. Die gaan ze vandaag maken. Ja. Dat komt van ergens. Ja. Dat zie ik zo. Heel veel plezier in Es. Ja, dankjewel. Dankjewel.